Rond 1:00 reed een bestuurster van een personenauto op een brede weg richting Neel, toen ze ter hoogte van de Nassaustraat plotseling moest stoppen bij het zebrapaad, waarschijnlijk omdat Demus wilde oversteken. De bestuurders van de twee auto's die achter de vrouw reden, zogen dat te laat, waardoor er een kopstertboetsing ontsting. De vrouw in de voorste auto leep daarbij rugletsel op. De brandweer was als eerste ter plekke en had eerste hulp verleend. Ambulancepersoneel had de vrouw daarna overgebracht naar het ziekenhuis. En een 37-jarige man, volgens de politie familie van Emens die bij het ongeluk betrokken was, bedreigde en beledigde een van de agenten. Hij werd aangehaaien, maar kneepte daarna tussenuit. Na een korte zeukactie werden de man alsnog aangehouden en metgenomen naar het bureau.